Het is vandaag Nationale Stoepkrijtdag. De dag wordt een paar jaar geleden ingesteld door radio-dj Gerard Ekdom. En zelf benoemd stoepkrijter des vaderlands Gert-Jan van der Kooi uit Monster doet er ook dit jaar weer van harte aan mee. Vooral om kinderen meer naar buiten te krijgen. Er zijn veel kinderen die heel veel binnen zitten en alleen met iPads en computers bezig zijn. Terwijl het zo lekker is om buiten bezig te zijn en lekker te stoepkrijten. En nou ja, kinderen zeg ik, maar ja, volwassenen kunnen volgens mij ook gewoon lekker stoepkrijten. In dit geval dan wel met behulp van weer zo'n scherm. Maar dat mag nu voor even, als het maar niet de hele dag is. Nou ja, als ik naar mijn eigen kinderen kijk, dan heeft die schermen wel een hele grote aantrekkingskracht. En kost het mij heel veel moeite om ze naar buiten te krijgen. Helaas is dit niet echt een dag voor buiten, want een stortbui maakt snel een einde aan de straatkrijtpret. Het heeft een hele tijd, was het mooi, terwijl de voorspellingen inderdaad waren van wat het nu is. Maar het leuke van regen is dat het, ja, dan krijg je, wordt het een beetje een soort verfachtige, en dat, ja, heeft ook wel wat.